vuur maken zonder lucifers. Nou, hier pak ik een stukje boomschors en dat schuif ik onder het vuurblok. En ik zet mijn voet erop. Dan pak ik de spindel, die draai ik in de pees van de vuurboog. Die steek ik in het vuurblok en ik zet het handblok op de spindel. En vervolgens ga ik met de vuurboog op en neer, zodat de spindel zich in het vuurblok boort. Dan ga ik steeds sneller op en neer met de vuurboog, zodat de spindel steeds sneller gaat draaien. En na verloop van tijd ontstaat er een hoopje houtpoeder op de boomschors. Het begint al te rook. In het hoopje houtpoeder ontstaat dan na een tijd een groeiende kool. Dan haal ik de handblok, de spindel en de vuurboog weg. Pak mijn mes en schraap het laatste beetje houtpoeder uit het vuurblok op de boomschors. En dan wapper ik lucht naar het hoopje houtpoeder. En daarbinnenin zit dus een gloeiend kooltje. Ten slotte pak ik de tondel. Die bestaat uit dood gras en pluisjes en andere dingen uit het bos. En schuif met mijn vinger het kooltje van het boomschors af in de tondel. Dan vouw ik de tondel een beetje dicht. Ik blaas het kooltje aan, totdat het kooltje de tondel aansteekt. En vuur.